Het is vandaag zondag. Beetje late start van de vlog, sorry. Want het is al 4 uur. Maar we hebben gewoon echt zo'n lekkere zondagochtend gehad. We wilden eigenlijk heel graag naar het strand gaan, want het is super lekker weer. Maar ja, dat vonden we wel leuk om met vrienden te doen. En onze vrienden gingen niet echt of zo. Oh ja, sorry. Bart is de auto aan het wassen. Maar dus onze vrienden die gingen niet echt overdag naar het strand. En bleek dat ze naar een feestje gaan vanavond op Bloemendaal. Dus Bart en ik hebben besloten om ook maar weer eens een keer naar een feestje te gaan. Dus we gaan naar Woodstock. En daar is een feestje, iets met Cartel, nog iets, weet ik veel. Ik zie het wel. Ik heb wel echt super veel zin om eindelijk weer eens een keer naar een soort van feestje iets achter te gaan. Ook al is het gewoon een beetje chillen op Woodstock. Misschien juist wel beter voor mij, aangezien ik toch ook helemaal niet mag drinken. In verband met dat ik natuurlijk niet weet of ik dit moment zwanger ben, ja of nee. Maar wel gewoon lekker weer eens een keertje gezellig met vrienden. Van de zon genieten ergens anders dan thuis met een barbecue. En daar heb ik echt super veel zin in. Hoi Bart. Bart. Bart en zijn auto. Daar moet je hem nooit mee storen. En dan zegt mijn wifi weer, ik weet niet of ik je goed begrijp. Die wifi, die Siri bedoel ik. Die Siri van mij, die pakt eigenlijk altijd allerlei gesprekken op. Echt vet irritant. Ja. Ja. Wat? Weten jullie hoe je hiervan afkomt? Dat Siri dus de hele tijd automatisch tegen je gaat praten? Ik vind dit zo irritant. Oh, dat klinkt niet goed. What? Maar goed, we gaan dus naar een feestje. We gaan naar Woodstock. En nou, ik neem jullie gezellig mee. Ja. Patatje oorlog? Nu weer geen volle avond. En dat kun je. Vanaf maandag mag het niet meer, Bart. Gewaaierd inmiddels. De zon is er niet meer, maar ik zet toch even mijn zonnebril op. We gaan naar het feestje. Kijk, wie hebben we daar? Joris en Sabine. Yes. En Bart. Nou, wij zijn niet nuchter in ieder geval. Wij zijn niet nuchter. No. Dit is David. David. En David is dronken en jij is ook dronken. Ja, dat is nee, ik ben nuchter. Subscribe. Yay. Like en deel. Wat een super gave caravan ze hier hebben. Echt zo vet. Die kan je hier dus huren. En dat is Bart. Bart was heel irritant deze avond. Hij is namelijk super lam. En ik moet rijden in de Tesla. Hoi. Mwah. Dit kippertje had mijn moeder vroeger. Daar gingen we mee op vakantie. Dit is echt jeugdsentiment. Dit is zo schattig. En die lampjes ook. Dit is zo cute. Zullen we hierin gaan slapen, schat? Waarom staat het raam open? Zo, nu is het dicht. Kan je daar naar links? Waar? Zo snel als je kan. 1, 2, ja, hier naar links. Nee, dit is niet naar links, schat. Kijk daar naar links, heel goed. Oh jee, zit iemand achter me. Oh my god. Vet ver achter je. Lukt het? Nee.
dit een beetje een eng stuk. Oh. Ja. Koop. Wat? Die is naar huis. Supergoed. 70 km per uur. Mensen, bijna avond. Zo, nou, we waren met gezellige mensen, maar even serieus, die muziek is echt zo saai. Vooral wanneer je gewoon helemaal nuchter bent. Ik snap niet, althans, ik snap het wel, die mensen zijn gewoon zwaar naar de klotten. Want anders kan je nooit zo losgaan op zulke eentonige technomuziek. Dus dat is niet echt voor herhaling vatbaar voor mij. Maar ondanks dat was het wel gezellig hoor. Gelukkig kwam er nog een heel klein beetje zon. Maar niet veel, want de wind maakte het echt super koud. Dus ik ga nu heel lekker snel een beetje